Op veel plekken in Nederland is er alleen. Maar in Pelemaas nog niet. Een repaircafé. Als het aan Janine Jansen en Hai van Knippenberg ligt, komt daar snel verandering in. Repaircafé is een buurtinitiatief dat repareren van materiaal promoot in plaats van het weggooien daarvan. Nou, een repaircafé heeft meerdere doelen. Een van de doelen is natuurlijk een tegenbeweging te geven richting deze verbruiksmaatschappij, wegwerpmaatschappij. Dus mensen weer te leren te repareren, dat is ook een doel. Dus dat repareren weer terugbrengen bij de mensen. De mensen zijn te veel gewend om even te zeggen van ja, oké, ik koop wel even een nieuwe. En soms zijn die reparaties dusdanig eenvoudig, hè? U zei zelf al, zo'n 30 minuutjes, dan ben je meestal al klaar. Dat het helemaal niet nodig is om het weg te gooien. Dus we willen voor het milieu goed bezig zijn, maar ook om het reparatiegedachte bij de mensen terug te brengen. Het repaircafé zal maandelijks worden georganiseerd in kringloopwinkel Allerhande in Panningen. Dit is best wel een logische locatie. Heel veel repaircafés doen zich samen met kringloopwinkels. Dus de slogan van Repaircafé Nederland is ook weggooien mooi niet. En dat is ook natuurlijk iets wat je in een kringloopwinkel ziet. Hè. Je ziet het hier om je heen. Heel veel dingetjes worden weer opnieuw gebruikt. En daarom sluit dat heel goed aan ook bij de repaircafé-gedachte. Nou, ik denk dat een repaircafé een ontzettend goede aanvulling is op onze activiteiten. Daarbij staat Allerhande voor duurzaamheid, hergebruik te stimuleren. We hebben lage prijzen om ook mensen te stimuleren om spullen opnieuw te gebruiken. En als je daar dan een service bij kan toevoegen van een reparatie, waar je ook nog samen met iemand die er verstand van heeft je eigen spullen kan repareren, nou, dat is toch een prachtig initiatief. Niet alleen in Panningen zal een repaircafé starten, ook in Meijl komt een repaircafé bij Oppe Koffie. Inwoners kunnen hun spullen brengen naar het repaircafé en dit samen repareren. Het repaircafé wil niet gaan concurreren met andere bedrijven. Daarom worden alleen kleine reparaties uitgevoerd, die maar 30 minuten in beslag nemen. Mensen komen hier naartoe, hebben hun spullen bij zich en melden zich aan bij de ingang. En daar wordt even gekeken wat het is. Want je moet begrijpen, we hebben verschillende werkstations, afhankelijk van wat je brengt. Soms is het iets met stof, dan heb je iemand met een naaimachine nodig. Dan weer iets met een fiets. En vaak zie je ook dingetjes waar een elektrische snoer aan zit. Dus je kunt begrijpen, je hebt verschillende deskundigen. En dat moet je verdelen. En je hebt kans dat je ook nog even moet wachten als het even druk is. Nou, dan kun je even plaatsnemen en wat lezen. Desnoods met een drankje. En nou, dan ga je naar de deskundige toe als je aan de beurt bent. En dan ga je samen dit repareren. Dus het is niet de bedoeling dat je het afgeeft en zegt, goh, ik kom over een uurtje wel even terug. Nee, we doen het samen. Het is de bedoeling dat er ook workshops gegeven gaan worden. Jansen en van Knippenberg zijn in gesprek met verschillende partijen als de Rabobank en de gemeente voor het beschikbaar stellen van financiële middelen. Ook is de initiatiefgroep op zoek naar handige vrijwilligers die mee willen werken aan het repaircafé. Zij kunnen zich melden via rcpelemaas@gmail.com.